Goedemorgen, schattebol. Goedemorgen. Ben je aan het babbelen? Hoe zit dat hier? Amai. Het zit goed vol, hè? Oh, je hebt een beetje lekker. Gaan we in bad? Gaan we in badje. Ja? Een beetje wasje doen, hè? Dat alles proper is. Flinke muis. Ja. Je bent zo'n flinke muis. Je bent zo flinkie. Heb je lekker geslapen, mijn duifje? Heb je lekker geslapen, meid? Je hebt flink geslapen. Ik heb je niet gehoord. Luna heeft geslapen tot 6 uur. Zo flink. Zo flink, ja. Kom, we gaan in bad. Het is vandaag woensdag. En we hebben eigenlijk niks anders gedaan. En de huid was beter rond de stomen. Maar zoals dat je ziet, waar ga je daar weer mee lachen? Zoals dat je kunt zien, is de huid weer slechter vandaag. Rond hier, rond de stomen en die plakjes. Maar hij zei dan kleine pituut, zei hij. Ga je daar nu weer al mee lachen? Ja. Luna vindt mijn stem grappig. Vind je mijn stem grappig? Luna vindt het grappig als mama tegen de telefoon babbelt, hè? Maar ik denk dat het er... Ziet het er een beetje dom? Vind jij dat grappig als ik tegen mijn telefoon babbel? Gaan we het verzorgen, schatje? Gaan we het verzorgen, kleine meid. Je bent zo flink. Wat is een beetje aan te doen bij mama? Kleine snotie. Is dat niet leuk? Nee. Heb je mama niet gemist? Ah, dan is het toch leuk dat je hier bent? Ah, je bent bij oma geweest, hè? Ja, bij oma. Waar heb je me gisteren geweest? Ik heb niet naar Ploppenland. Niet naar Ploppenland. Niet naar Ploppenland, waar was het? Ik heb bij de koffie gezeten. Bij de koffie? Heb je koffie gedronken in het koffiehuisje? Nee. Ah, ja, wel in het koffiehuisje. Zeg, en heb je op de boot gevaren? Ja. Was dat leuk? Nee, mama, dat kan niet. Ah, en heb je daar een hondje gezien? Ja. En hoe heet die? Maar oma moet dat keer zeggen. Ah, hoe heet Filou. Het hondje? Zeg het keer. Filou. Ah, was de lieve hond? Ja, dat was een lieve. Vond je het leuk op de boot?
andere kant. Ja, doe maar. Gewoon niet zo hoog. Maar je was niet schoon, maar je was niet zo enthousiast. Maar om weer kwam, deed je toen rond te lopen. Ja. En je was precies dronken. Je wat al daar zo. We mogen voor de tweede keer in bed vandaag. Want ze heeft alles eraf getrokken en zankt helemaal in stoelgang. Maar, ja. Het is al iets beter, maar nu ook niet voor te zeggen wauw, hè. Allee, sinds vandaag dan. Pietuteloete. Weer al in badje, meid. Voor de tweede keer vandaag, schat. Je bent zo lief. Je bent zo lief. Hopla, heel de badkamer nat. Luna, wat doe je nu? Ligt er iets onder jouw wepper? Luna? Luna? Luna, wat doe je nu? Dag schat, goedemorgen. Dag meisje, heb je lekker geslapen? Oh, je bent zo flinkie. Maar ik heb al gezien dat er weer lekkage is. Hè. Daar zo. Mijn duifje. Ik ga het wegdoen, zo. We gaan een badje. Ik heb je badje al laten lopen. Hè? Flinke meid, we gaan een badje. De huid is nu zo mooi, krapt ze ene keer aan haar stoel en begint hij weer keihard te bloeden. Lunatje, dat mag niet, schatje. Dat stopt ook wel direct door als hij het bad is, maar het is... Oh, kindje, niet doen. Oké, Luna, haar huid is zoveel beter. De duodarm, dus ik heb er gisterochtend duodarm opgehangen. Dat heeft tot nu, dat heeft er echt 24 uur opgelegen. Dus ja, dat is een enorm verschil. Dit is de plaatsbepaling van waar de nieuwe stoma komt. Maar we zijn nog een beetje aan het twijfelen tussen hier beneden of iets hoger. Dus nu moet ik de komende dagen kijken wat dat best is. Ze heeft er nu natuurlijk aan gekrapt. En het stopt wel een beetje met bloeden, maar niet genoeg. Ik ga er een beetje poeder op doen in de hoop dat het niet meer bloedt. Ik heb er al even druk op gegeven. Ja, we moeten erop duwen hè, dat het stopt met bloeden, schatbol. Pitou. Hij ziet toch ongelooflijk. Ja. Luna, wat ben je aan het doen? Ga je wandelen? Ga je wandelen? Zotte doos. Ze is op wandel.
Goedemorgen, Poppemie. Dag, schat. Grote dag vandaag, meid. Heel grote dag vandaag. Hoe zit hij nu? Kapoen. Oh, het is vandaag de dag van de operatie. Ik heb geen oog toegedaan. Gewoon van de stress. En ik ben vooral bang voor de narcose ook. Omdat de laatste... van het weekend geweest moesten ze bloed trekken. En dan doen ze zo een zalfje op haar handjes. Maar het is maar bij een heel klein procent van de kindjes dat dat niet werkt. En normaal werkt dat bij Luna. En nu doen we die zalf van haar handjes. En haar handjes helemaal rood in uitslag. Dus ze reageerde daarop. En het was niet verdoofd. En ze hebben dan bloed proberen prikken zonder dat dat verdoofd was. Dus dat had keiveel pijn. Maar ze hebben overal geprikt en ze kregen geen bloed. Dus dan ze zegt, we gaan stoppen. We gaan het morgen nog een keer doen en we gaan kijken. Dus gisteren hebben ze het opnieuw geprobeerd. Met een soort pleister om te verdoven. Juist hetzelfde. Ze was allergisch. Ze heeft er op haar handje helemaal rood en dik. En het was niet verdoofd. Weer bloed proberen prikken, overal in haar voetjes en al. Geen bloed. Dus het prikken ging ook niet. En het was weer niet verdoofd. Dus ze gaan nu vandaag opnieuw bloed prikken, maar als ze in slaap is. Dus het moment dat ze al onder narcose is, omdat ze daar niet nog een keer... Dat is een dikke naald. Dat, ze daarin, dat, is zo met, dat is zo een gleufje dat dat bloed daar kan uitlopen. Dus dat is een dikke naald, dat is zeer. Maar ze hebben dat bloed nodig, omdat dat... Hoe noemt dat? Pre-op. Dat is voor de operatie. Moeten ze een bloedonderzoekje doen. Dus ze gaan het nu doen als ze in slaap is. En dat dan eerst afwachten en dan pas beginnen. Maar ik maak mij nu zorgen over... Of ja, ik maakte mij zorgen over het feit dat die... ze reageerden dan op die verdovingszalfjes. En de verdoving werkte niet. Dus ik was dan ongerust over de narcose. Maar nu hebben ze mij wel verzekerd dat ik mij geen zorgen moet maken. Ze kunnen ook de hersenactiviteit en zo volgen. Om te zien of dat, ze, ja, of dat er wat mis is. Dus daar moet ik niet mee inzetten. Maar de operatie zelf gaat 4 uur duren. Gemiddeld. Dus dat kan een beetje minder lang zijn. Dat kan een beetje langer zijn. Dat ligt eraan. Maar ongeveer 4 uur. Dus ze komen naar om 20:40 halen vandaag. 4 uur operatie. Dus dat is eigenlijk, ja, ik zie die maar 's avonds terug, hè. Dus nu hangt ze even aan een beetje water. Allee, ze mag nu, dus ze mocht nog haar voeding, dus ze krijgt 's nachts groeimelk, hè, naar zonde, aan 50 milliliter per uur. Dus ze mocht nog haar groeimelk hebben tot 5 uur 's ochtends, dan zijn ze vanochtend komen afzetten. En dan nu mag ze nog tot 10 uur, dus nu 20:40, dus nu mag ze nog tot 10 uur water krijgen. Aan het 50 milliliter per uur, dan heeft ze ongeveer 100 milliliter water nog gehad. Dat ze toch iets in haar buikje heeft, maar dat ze niet, dat ze niet overgeeft. Want de reden waarom dat je niet mocht eten of drinken zoveel uur voor de operatie, is omdat je spieren slap zijn als je verdoofd bent. En dat zou terug naar boven kunnen komen en je zou het kunnen stikken. Dat is de reden. Ik dacht altijd dat dat was... Dat je zou overgeven na de operatie. Maar dat is gewoon voor het gevaar dat je voeding of je drank terugkeert. En dat dat blijft zitten en dat je geen ademuur krijgt. En dat wist ik niet. Dus we gaan niet te veel geven, Pieteloe. Maar dat er wel iets in haar buikje zit. Allee, dat ze niet te veel honger heeft. En ik weet niet wat ik intussen tijd ga doen als ze zijn geopereerd wordt. Opgaan van de zenuwen en de stress, denk ik, dat alleszins. Maar ik weet niet of dat ik het ga kunnen om hier op dat kamertje te blijven zitten wachten. Want volgens mij ga ik echt gewoon kapot gaan van de zenuwen. We gaan het zien, hè, schatbol. Ik weet wel wat we nu gaan doen. En nu gaan wij nog veel knuffelen. Tegen dat ze weg moet. Is schatje? Nog veel knuffelen. We gaan een beetje eten en we gaan nog een beetje knuffelen. Maar dus vandaag ga ik heel de... ik ga heel de dag vloggen wat dat er gebeurt. Ik ga zoveel mogelijk proberen vloggen van Luna, maar dat mag niet altijd. Ik mag niet altijd vloggen. Ze weten dat ik dat doe en ze gaan daarmee akkoord. Ik moet altijd vragen of dat ze akkoord zijn.
Maar op sommige plaatsen mag er gewoon niet gevlogd worden. Bijvoorbeeld de moment dat wij op het OK toekomen, of dat ik afscheid neem van haar, dat mag niet gevlogd worden. Nu, dat gaat voor mij ook niet, want op dat moment ben ik volledig bezig met Luna. Wil ik afscheid nemen van haar, wil ik haar troosten. Ik blijf bij haar totdat ze in slaap is, dus zij wordt in slaap gebracht op mijn schoot. Dus dat gaat sowieso niet dan. Maar ook al zou het gaan, het zou niet mogen. Maar bijvoorbeeld op de ontwakingsruimte en zo mag er wel gevlogd worden. En dus ik ga zoveel mogelijk proberen vloggen. Ik ga zoveel mogelijk de informatie dat ik krijg doorgeven. Dus vandaag is het eigenlijk gewoon de dag van de operatie vlog. Ik hoop gewoon dat alles goed gaat verlopen, want ik ben echt zenuwachtig. We zijn nog even een beetje aan het knuffelen. Een beetje knuffelen voordat ze haar komen halen. Wat ga je doen, Luna? Wat ga je doen? Tot de doos. Luna. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ze is zo volledig aan het bukken. Wat doe je nu? Zotteke. Oh, je bent zo lief. Je bent zo lief. Een kindje. Mijn klein muizenbeestje. Hij is straks flink zijn, schat. Mama blijft bij jou totdat je slaapt, hè, meid. Mama gaat bij jou blijven tot jij slaapt. Oepsakee. Ze gaan Luna in slaap brengen als ze op mijn schoot zit. Omdat ze dan rustig blijft. En dan pakken ze volledig over, want ja, ze laat haar dan hangen. Dat is mega akelig, want die oogstjes blijven openstaan. Oepsakee. Ze zwelt. Beentjes en handjes in alle richtingen, zeg. Hè? Ik ga bij jou blijven, chattebol, tot jij slaapt. Ja. En als je wakker wordt, dan ben ik daar terug. Ik ga naast jou zitten als je wakker wordt. Oepsakee. Ze is enthousiast. Oh, ze gaat boos kijken. Oh, ze gaat boos kijken. Zotte doos, hè. Wat gaan we doen, schat? Liesje. Luna. Luna, schatje. Ja. Ga je een beetje slapen nu? Hè? Ga je een beetje dutje doen nu? Duifke. Ik ben juist terug op de kamer. En Luna is in het OK. En ze hebben naar in slaap gedaan op mijn schoot, gelijk anders. Met een maskertje. Maar ze ging is dan gezegd van tel tot 5 en ze gaan weg zijn. Dan gaan ze het dan overpakken en normaal is altijd zo. Maar dat bleef gelijk maar duren en ze bleef zij krijsen en haar vastklammen aan mij. En ja, op den duur, dat duurde het dan te lang. Dus dan ze zegt van we gaan ze op tafel leggen. En ze gaat dan wel weggeraken. Dus ik moest dan vertrekken. Maar ze was nog altijd aan het wenen. Ze heeft mijn armen opengekrapt. Gewoon omdat ze mij niet wilde loslaten. Omdat ze bang was terwijl dat ze haar onder verdoving wilde brengen. Dus ik denk dat ze nog wat ging bijgeven of zo. Ik weet het niet. Maar dat was zo mega zielig om te zien. En ja, ik denk dat het ook anesthesie was. Er is dan iemand meegegaan om mee te gaan naar buiten. En ze zei ook, zegt ze, volwassenen zijn altijd direct weg. Zegt ze, bij kindjes kan het zijn dat het lijfje nog reageert. Dus dat ze haar nog vastklampt en nog weent en doet, maar dat ze eigenlijk al weg is. Um,
En nu is het 4 uur wachten. En hopen dat dat sneller gaat. En ze gaan mij bellen als ze op de ontwakingsruimte is. En dan mag ik terug bij haar voor als ze wakker wordt. Dus ik hoop dat het snel gaat gepasseerd zijn. Want ik kan niet stoppen met wenen. Gewoon van haar weer zo te zien. En nu heb ik zo het gevoel like dat... Ik weet niet. Ik heb zo niets van energie. Maar zo echt op... Ik ben zelfs te lam om te stappen. Allee, zo moe gelijk. Ik weet niet. Maar dat is gewoon de stress. Ik voel dat. Ik heb dat altijd. Zeker als ik zie dat ze onder narcose gaat. Ik ben daar zelf ook altijd heel bang van. Ik krijg zelf blijkbaar ook altijd... zo iets tegen het panikeren. En om rustig te worden. Omdat ik volledig in paniek sla als ik zelf onder narcose gebracht word. Maar allee, ik weet dat niet. Ik herinner mij dat nooit. Dus dat wordt mij altijd achteraf gezegd. En Luna is ook in paniek altijd. Hè. Dus ik denk dat ze haar nu ook iets gingen geven voor rustig te worden. Maar aangezien dat ik nog niks gehoord heb, nu zal het wel allemaal goed gaan. En zal het wel lukken, de operatie en de narcose. Maar dat is zielig om te zien en zwaar om te zien dat ze daar weer door moet en dat ik niks kan doen. En je ziet dat ze zo haar eigen wilt volledig vastklampen aan mij. En ik moet haar dan achterlaten. Dan heb ik het gevoel dat ik haar in de steek laat. Maar het is belangrijk, hè, ja. Ik weet kijk dat wel. Ik ga... een serietje of zo kijken voor mijn gedachten wat te verzetten totdat ze terug is. Maar dat is mega raar nu. Die kamer is nu leeg. Ik zet hier gewoon... Dat bedje is weg. Haar grief is weg. Ik was daarnet aan het knuffelen met haar knuffeltje. Ik weet niet wat ik ermee gedaan heb. Hier. Meneertje Octopus zit bij mij totdat Luna terug is. Nee, meneertje Octopus. En nu hopen dat het niet te lang duurt allemaal. 4 uur is echt wel lang. Maar ja. Ik hoop gewoon dat ze niet te veel pijn gaat hebben. Oké, ik ben net terug op de kamer met Luna. De operatie is goed verlopen. De narcose is uiteindelijk ook gelukt, maar het is een vechterken, hè. Ze vecht er tegen. Het is daarom dat ze mij ook weggestuurd hebben, omdat dat toch wel nog even geduurd heeft. Maar uiteindelijk is dat vlot gegaan. De stoma, dus de ileostoma, de stoma van de dunne darm, hebben ze nu weggenomen. En nu heeft ze een colostoma van de dikke darm aan de andere kant. En haar vorige stoma, dus de ileostoma, dat was een dubbel loop. Met twee vestelkes. Dus dat zit zo. Dus twee vestelkes en dat is de stoma. En nu heeft ze één vestel. Dus nu is het eigenlijk gewoon zo. Maar ja, ze heeft wel pijn, want ze hebben een ruggenprik gegeven. Je kunt dat een beetje vergelijken met een epidurale. Het is niet helemaal hetzelfde, maar allee, dat je er iets bij kunt voorstellen. Voor eigenlijk die, dat gebied waar dat die stoma zit, voor zo nog wat extra te verdoven. Dat werkt ook vrij lang.
waardoor dat ze nu ook een blaaszonde heeft. Want door die ruggenprik voelt ze eigenlijk niet dat ze naar het toilet moet. En dan kan het dat die blaas te vol wordt. En dan kan ze bijvoorbeeld een blaasontsteking krijgen. Dus nu heeft ze ook een blaaszonde. Dat die urine er gewoon uitloopt. Dus ja, ze heeft nu ook geen pampertje of zo. Want ze heeft een stoma voor stoelgang. Ze heeft een blaaszonde. Ze heeft een zonde om te eten. Allee, ik bedoel, het gaat toch niks uitkomen nu. Dus dat ze gewoon op haar gemak is, dat ze dat ook niet heeft. Dus ze ligt nu gewoon lekker in haar bedje. Ze krijgt heel veel pijnmedicatie. Ze heeft nu in 2 uur tijd eigenlijk al 4 keer pijnmedicatie gekregen. Ze krijgt ook nog morfine. Maar ze is super flink. Ze is super flink. Ik ben heel blij dat het allemaal goed verlopen is. Maar ik ga nu gewoon hier rustig zijn en als ze wakker is een beetje over haar rugje wrijven. Maar ik denk dat die wel nog veel gaat slapen nu. Dus ik ben blij dat de operatie goed verlopen is. Ik ga het allemaal laten weten hoe dat verder verloopt en hoe dat ze verder is. Maar voor vandaag ga ik de vlog gewoon afsluiten, omdat ik wil het gewoon rustig houden nu ook voor Luna. Dus dank u wel aan iedereen die mij berichtjes gestuurd heeft dat ze kaarsjes gebrand hebben en ons succes gewenst hebben. Ik heb het allemaal gelezen, maar ik heb gewoon de fut niet gehad om te reageren. Ik ben zelf ook heel emotioneel geweest vandaag. Ik heb ook heel de dag lopen wenen, zenuwachtig en nu mijn hoofd is zeer en ik ben gewoon echt kapot. Ik ben moe. Ik heb geen energie niet meer nu. Maar... Ik ga jullie allemaal op de hoogte houden en ga het dan zien in de volgende vlog dat Luna het stelt. Maar de operatie is goed verlopen, de narcose is goed gegaan. Dus nu zal het ervan afhangen hoe vlot dat ze herstelt. Ze mag nog niet eten. Ze mag pas eten als de stoma begint te produceren. Omdat ze dan weten dat de darmpjes werken. Het is afwachten nu. Dank u wel om te kijken naar de vlog. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende vlog. Als je nog niet geabonneerd bent, kun je dat zeker doen. Hier beneden, dat is gratis. Dan krijg je een melding wanneer dat er een nieuwe vlog is. En merci voor het kijken en tot de volgende. Tada!